En hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Minecraft Survival Island. Ik ben hier nog steeds in de cave waar we vorige keer dood zijn gegaan. Dat was helaas het nadeel. Maar we hebben alweer een beetje een base hier zo neergezet. Daar ben ik blij mee. En vorige aflevering zijn we geëindigd met wat iron dat we hebben verzameld. Dat doe ik hier nu meteen weer in. En ondertussen ga ik even wat verder verkennen. Ik zie daar een heks. Daar ga ik voor uitkijken. En ook zie ik hier lava. Dus ik moet... Oh, en een creeper daarboven. Dus ik moet echt uitkijken. Maar ik wil daar een keer heen, daar. Om te kijken of daar misschien demons zijn. Demons. Zwaard pakken. Spin. Spin daar. Spin. Spin. Fucking spin. Zo. Dood. Wegspin. Hier naar boven. En dan... Wat... Oh, ik ben nieuwsgierig. Ik wil het zien. Ik wil het zien. Alleen water. Dit is wel echt een... Zo'n avontuur. Hé, lapis. Lapis lazuli. Die wil ik wel meenemen. Want die zijn we ook vorige keer toen we dood zijn gaan kwijtgeraakt nu natuurlijk. De lapis vind ik zonde als dat te kwijt is. Zo, even hakken. Maar we hebben het alweer een beetje teruggewonnen, zie ik. Oké, even snel halen. En dan kunnen we weer terug. Zo, dan hebben we weer wat lapis. En omdat ik hier niet zoveel hout heb, zat ik te denken om gewoon wat meer... dus niet in plaats van kisten, wat meer ovens te maken. Zodat ik altijd de veel iron en zo toch weer veilig heb gesteld. Ik vind het toch zonde als het ontploft en... of dat het in de lava komt. En we zijn echt alles kwijt. Dan kan ik net zo goed gewoon wat in de dingen hebben zitten. In de ovens. Dus ik ga gewoon even wat extra ovens maken. Om hier de gesmolten iron sowieso meteen in te stoppen. Dus dan kunnen we sowieso al een stekkie kwijt. Oh, meer. Twee stekjes kunnen we kwijt. Dus de onderste gebruiken we vooral voor smelten. En de bovenste doen we gewoon alles zo. Oh, nee. Eén stekje kunnen we kwijt. En een stekje kool. Doen we zo hier alles gewoon in. Dat lijkt me een prima plan. Ook wil ik de andere kant nu gaan bekijken. De plek des dooms waar we dood zijn gegaan. Dus die ga ik even heel veilig oversteken. Even kijken hoor, hoe gaan we dit doen? Waar zit de kern? Oh shit, daar zit niet de kern. Daar. En daar. En nu moet dit zakken, goed zo. Goed zo. Weg met die vieze lava. Zop. En nog meer lapis. Dat is heel fijn. Even kijken. Zit hier, is dit het? Oh. Nou, dan gaan we de lapis hakken. Lapis is altijd fijn voor het enchanten, natuurlijk. Oké. Okay. Perfect, perfect, perfect. Oké. Okay. Hebben we weer en dan een stek lapis. Ik wil hier wel eigenlijk in, zo meteen. Dus dan moet ik even goed op gaan letten hoe ik dat doe. Ik denk dat ik hier naar boven loop. Oh, voordat ik het vergeet, wil ik die stek lapis, kan ik die hierin kwijt? Nee. Dus ik ga nog een chest maken. Of nog een oven maken. Om daarin de lapis kwijt te kunnen. Zo, dit wordt gewoon een hele opslagplaats van ovens. Nou ja, beter dan de items weg. Natuurlijk, hè. Zo, even kijken hoeveel er al gesmolten is. 6. Dat betekent dat het daarin mag. Oh, ik word aangevallen. Oh, ik moet die kant ook gaan afsluiten. Nick, wat heb je nou weer gedaan? Je hebt het niet eens afgesloten. Wat ben jij voor noob? Oké, even eten. Oh, het is zo spannend. Want ik voel me erg niet veilig. Zo. Zo. Oké. Here we go. Hierin zag ik ook een soort doorgang. Oh! Die heks die moet dood, echt waar. Kom dan, hè, sukkel. Maar dat moet ik nu... Kijk. Hij heeft me gewoon geraakt. Shit, hij heeft me geraakt. Oh, dood. Ga dood jij, sterf met je hoofd. Sterf met je lelijk. Met lelijk. Je bent lelijk, hoor je dat? Oké.
Is toch fijn dat ik die skeletons allemaal heb vermoord. Wat krijg ik van een redstone? Ik heb liever haar potions die we op zombies kunnen gooien of op haarzelf. Gewoon dikke payback. Zwart, oké. Oh, dit was het. Dit was de gang. Oh, jammer. Oké, gaan we dit hakken. Want extra iron kunnen we altijd gebruiken. En ik zie hier een doorgangetje. Oh, dat is de eerste cave hier. Kijk, die is... Ah, arme creeper. Nee, grap, ik heb geen medelijden met creepers. Oh, wow, er komt gewoon een leger hier aanlopen. Ik kom echt gewoon even zo'n leger zo... hier hebben we nog... Is dit nou dezelfde cave of een andere? Want ik kan me dit zo niet zo goed herinneren. Volgens mij zit een andere. Oh nee, daar is ons... Ja, nee, daar is ons stulpje. Ik dacht al. Ik vond het apart. We zijn van de andere kant natuurlijk. Dit mag zo even uitgegraven. Zo, dat zijn er best veel. Daar ben ik blij mee. En zo. Oh shit, we hebben bezoek. Bezoek. Wat is hier? Oh, hier is niks. Zou ik daar langs gaan? Ik ga daar langs. En dan moet ik hier wel ergens diamonds toch vinden. Oh, dit gaat dieper. Nice. Dit gaat dieper. Oh shit, hey. Oh shit, hey. Ik moet op levens komen, anders ga ik zo meteen nog dood. Zo. Nog één. Nog één. Nog één. 3, 4. 4, 5, 6. Oh shit. Oh, die Enderman. Hoe moet ik dat ook weer doen? Oh ja, dat moet ik zo doen. En dan kan ik hem slaan. Kijk. Tada. Tada. En dan pak ik dat zombievlees op, want dat moet ik natuurlijk eten. Waar hoor ik wat? Ik hoor dingen lopen, vieze beesten lopen. Oké, laten we hopen dat het niet bij mij in de buurt is. Oh, hier is ons kamp. Oké. Daar ga ik dus niet heen. Ik wil hier naartoe. Oh, hier is weer een Enderman. Ik weet niet of ik altijd langs die beesten kan lopen. Ik ga hem gewoon slaan. Oeh, rennen! Komt hij al? Even kijken. Is hij nou naar beneden gedonderd? Ik vertrouw dit echt niet. Oh nee, hij ziet me nog. Oh shit, ik viel daar bijna. Oké, ik ga hem schieten. Ga dood. Mooi, oké. Even kijken, kan ik het zien vanaf hier? Ja hoor. Oh! Hij was geteleporteerd. Dus nu hoop ik dat hij hier teleporteert, dat ik hem dood kan maken. Maar ik heb wel een Ender Pearl, dat is nice. Dan kan ik dus altijd weer terug Ender Pearlen. Die, you stupid bitch. Oké. Ik mag nu niet van achter geduwd worden. Ik moet ook in één keer weer naar boven kunnen. Want anders raak ik in paniek en dan ben ik echt bang. Oké. Ik vind dit al eng. Moet je nagaan. Oké. Oké. Hier zitten ze. Nice, Ender Pearl. Ja, die kan ik niet... Oh, jawel. Oh, sorry vleermuis. Dat is niet de bedoeling om jou te raken. Ik wil toch zo meteen wel echt naar beneden eigenlijk. Hier kan ik lager gaan staan. Zou ik het gewoon op wagen? Zou ik gewoon... Geronimo! Oh, het zijn er 3! Ik dacht dat het er 2 waren. Maar ik heb... I got this. Zeg maar niet dat ik hier al ben geweest, hè? Nee, dit is die plek. Oh my god.
Ik word soms zo moe van mezelf. Dan ben ik hier gewoon al... Oh, wat een teleurstelling hier. Oh, en daar word ik ook nog aangevallen. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. Kom dan. Oen. En ik moet ook nog uitkijken voor mijn hartjes. Zo, oké. Ik ga zombievlees eten. Ik ben gewoon helemaal zat. Ook ga ik zo naar boven. Want ik kan nog wel wat iron gaan hakken, maar ik weet niet. Diamonds, waarom vind ik het niet? En ik heb niet zo zin om de hele aflevering weer in die mine te gaan hangen. Ik dacht, in één aflevering kunnen we wel op zich wel wat krijgen, maar ik heb me daarin vergist. Oh shit. Oh, oké. Okay. Snel weer dit eten. En dan weer verder. Daar kunnen we naar boven, maar dat wil ik niet. Ik wil verder. Even kijken of hier nog wat is. Creepers. Meerdere creepers. Bam, dood. Haha, noobs. Ik heb het rekt, noobs. Jij daar. Gaat dood. Zo, dank je. Zo, en nu weer eten natuurlijk. Oep. Oh. Wel wat iron. Nou, daar ben ik dan weer blij mee. Dat tenminste nog kan hier. Zo. Oké. Hier verder nog wat? Nee. Hier verder nog wat? Ja. Een creeper. Die gewoon mijn torch eraf... geblazen. Eten. Lekker zombievlees. 29 seconden heb ik nog echt extreme honger gewoon. Het ondergevoel. Als je gewoon dagen niks gegeten hebt. Oh shit, hey. Oké, schieten. Bam. Schietgevecht. Oh, je bent geen echte ridder, je hebt niet eens een zwaard. Ja. Oen, oké. Hier gaat het niet door. Dan ga ik dit hakken. Oké, hier nog. Oh, kooltjes. Die neem ik even mee voor het geval dat we nog kool nodig hebben. Charge! Doe. Dank u. Kijk wat een bot ik ook heb. Oh, 28. Even kijken hoor. Huppakee. Oh, wat een... Iron, wou ik zeggen. Iron, maar ik was het woord kwijt. Daarom was het er lang stil. Oeh, level 15 er weer. En... Kadrak, explosief. Jij vies stuk explosief dat je bent. Geef me je vlees. Ik wil je eten. Is ook leuk voor hun om te horen natuurlijk een keer, hè? Ik wil je eten. Ik zag daar een creeper staan en die wou ik er... Ah, oh, die wou ik er echt gewoon vol afschieten. Gewoon echt... Oh. Vies peuk. Ga maar in mijn rug, hè? Ik ga dat niet overleven, al die explosies en zombies. Kom dan naar het gaatje. Oké, dat ga ik echt niet overleven als ik dat zou doen. Dus ik ga hier, hiernaast is de cave. Die weet ik nog, dat hiernaast de cave zit. Dacht ik. Dus daar ga ik heen en dan ga ik terug naar boven. Ja, oké, hiernaast is het veilig. Hoppakee. Kijk, hier kan ik heel... Oh. We hebben één kandidaat hier. In het holletje. Hole in one, baby. Oké. Oh, hier nog zombie. Nee. Shit. Dilemma's.
Ik vlucht de berg in. Blijf schieten. Noobs. Oké. Maak elkaar af, alsjeblieft. Kijk, maak gewoon de vrienden af. Oh. Hé, hey, blijf van mijn ovens af. Het is mijn iron. Staat hij echt wel op easy? Hij staat gewoon op easy. Oh, blijf van mijn fucking ovens af. Nee, 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 nee. Nee, nee. Oh, ik neem de achteruitgang. Ik moet wel de achteruitgang nemen. Op naar boven, bitches. Dit is niet slim, maar... ik kan niet anders gewoon. Ik moet soms wel even een plekje hebben om... Stel, er komt lava. Dan kan ik meteen wegduiken. Oh, er is een mijn. Oké, daar is een creeper. Oh, oh, ik moet niet doodgaan, ik moet niet doodgaan, ik moet niet doodgaan, ik moet niet doodgaan. Nick, jij moet niet doodgaan. Nick, jij gaat niet dood. Nick, jij gaat niet dood. Echt niet. Je gaat nu echt niet dood, hoor. Als je nu doodgaat, dan... Graaf jezelf maar in. Oké, naar boven. We gaan langzaam naar boven. Even hier een soort vluchtroutetje. Voor als er... Oh. Oh. We zitten al boven. Even ademhalen. Kan ik hier ademhalen? Ik kan hier geen ademhalen. Fucking hell. Oh jawel, ik kan hier wel ademhalen. Oh, nog goed ook. Nice. Oké. Oké, ik neem één diepe adem en dan ga ik... Ga ik dat halen? Ga ik dat halen? Ga ik dat halen? Waar is het land? Daar is het land. Poep, 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 poep. Oh nee, 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 nee. Hoe snel neem ik damage? Pittig snel en ik haal het. Waar ben ik? Waar ben ik? Oh daar, ik zie daar een hok. Wat zijn dit dan voor eilanden? Wacht, dit wil ik zien. Misschien vind ik hier wel wat heel cools. Misschien ook niet hoor, maar misschien vind ik hier gewoon wat super cools. Misschien wel een village of zo. Nee, zal niet. Alsnog. Nee, want ik kan het al helemaal overzien. Nou, wel een village. Ja, zo, dat was even heel apart. Mijn opnameprogramma deed een beetje raar opeens. Dus ik heb hem even opnieuw gestart. Geen probleem. Wat is dit? Dit is klei en ik moet eten snel. Ik hoop dat ik op dit eiland iets ga vinden. Ik zie daar wel kippen. En die... Heb ik die op mijn eigen eiland? Volgens mij niet. Dus kippen. En voor de rest niks. Zonnebloempies. Maar die heb ik ook op mijn eiland. En... Holy shit. What the fuck is dit? What the fuck is dit? Holy shit. Holy shit. Kijk wat een gevaarlijke vissen eromheen zwemmen ook. Daar ga ik niet nu naartoe zwemmen, maar die wil ik zeker hebben. Dit wil ik zeker hebben, toch of niet? Dat is toch cool? Een onderwatertempel. De tempel van Octopus. Ik heb de tempel van Octopus gevonden. Oh. De tempel van Octopus. Oh, dat is echt super vet. Dat, ik wil meteen gaan enchanten. Ik krijg er helemaal tintelende vingers van. Oh, ik wil dat zo graag al daarmee bezig gaan. En waar kwam, ik kwam hier vandaan, toch? Kom ik nou van, waar is mijn eiland? Ik weet het niet, ik kwam hier ergens vandaan. Ik kwam hier het land op, daar moet ik heen, daar. Holy shit. Ik heb gewoon een fucking tempel gevonden.
Holy shit, en ik wist ook niet eens dat er zoveel eilanden hieromheen waren. Dat is ook wel vet. Dan kan je op een gegeven moment kunnen we een systeem gaan maken van eilanden. Ik heb nu de tempel van Octopus gevonden. Dat is echt vet. Oh, dit zou Lars ook leuk vinden. Oh, en die mooie zonsondergang. Octopus, echt waar. Echt waar, je bent top. Wat een mooie tempel heb jij. Maar het is overgenomen door de nare vissen die je net zag. Dus die vissen moeten dood. Die moeten dood. En Octopus moet erin terugkomen. Vandaar zitten al deze octopussen met zoveel hier. Een tempel is ingenomen. Jongens, ik denk dat ik een nieuwe missie heb. Ik moet ook de Ender Dragon verslaan. Ik moet ook alle achievements halen. Maar dit is denk ik het belangrijkste. Ik moet de tempel voor Octopus terugwinnen. En daar een tempel van maken. Misschien help ik dan een beetje deze mooie octopussen. Oh, nou, dit zijn gewoon octopussen. Maar Octopus is natuurlijk de leider van de octopussen. Oh, dit is zo fucking vet. Oh, dit is minder vet. Dit is minder vet. Ik kan ook niet rennen. Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht? Waarom bedenk ik dit nu pas? Kom in het water. Kom dan in het water, je flippo. Kom in het water, daar breng je geen schade aan. Nou, zo helemaal niet. Als je dood bent, dan breng je al helemaal geen schade aan. We doen hetzelfde techniekje als we eerder deden. We maken een bootje. En met dat bootje gaan we varen. Oké, kom op. Hak de boom, Nick. Hak de boom. Oh, ik vind het zo vet. We hebben gewoon een tempel gevonden. Een tempel. Ik heb nog nooit zo'n tempel gezien. Ik wist dat er een onderwater tempel was. Maar echt, zo vet dit. Ik krijg alweer helemaal zin om dat te gaan verkennen. Maar dan moeten we eigenlijk eerst zo'n onderwater hoed hebben. Onderwater hoed bedoel ik mee een hoed die onder water kan. Nee, zo'n hoed met ik weet niet hoe dat heet, dat je kan ademen onder water. Of dat je minder snel je dingen omlaag gaat. Ik noem het gewoon een duikhelm. Ik vind het een beetje een duikhelm. Als we die eenmaal hebben, dan gaan we daar naartoe. Dan gaan we die misschien ramen erin doen of zo. En dat helemaal leeg halen. En dan kunnen we daar gewoon echt een tempel van maken. Oh, kijk. Een vriendelijke vriend daar. Hallo, vriendelijke vriend. Zo vriendelijk ben jij eigenlijk helemaal niet, maar... Oké, oh, we gaan veel te snel. Oh, mooi, poot, blijf. Oh, ik heb al helemaal zin. En de koe is gegroeid. Nou, eerst gaan we wortels pakken. En dan gaan we de koe verblijden met een beetje weed. Want die moet ik ook eens gaan oogsten eigenlijk. Dat ga ik ook nog even doen. En dan, oh, zombie. Of spin. Spin, geen zombie. Gelukkig geen zombie. Daar komt wel een zombie aan. Zo, geniet van het licht, mijn jongen. Holy shit, hey, hoe vet is dit? Gewoon een onderwatertempel gevonden. Ik vind dit echt de ontdekking wel. Dit maakt die dood van vorige aflevering maakt me eigenlijk meteen goed. Dan vind ik het niet erg dat ik bijna dood was, ook net. En dat ik was gevlucht. Want ik heb weer iron. Ik heb ender pearls. Ik heb meer... Ik heb van alles wat. Ik heb weer meer lapis. Nog meer lapis. Zo, kijk eens even. Huppakee, dat komt er allemaal weer bij. Ook heb ik veel bogen. Al die bogen ga ik nu even bij elkaar voegen. Zodat ik één boog heb. Die gewoon volledig gerepareerd is. Perfect. Waar is mijn farm toe eigenlijk? Heb ik hier mijn farm toe ingelegd? Farm toe. Nee, volgens mij had ik hem in mijn inventory toen, dus ben ik hem kwijt. Dat geeft niet zozeer nu. Ik kan er zo simpel eentje maken. Oh, wat een bot ook. Ongelooflijk. Dan gaan we nu even naar buiten om dingen te gaan farmen. Yay! Oké. Oh, waarom zijn die nou weer... nog niet klaar. Sommige zijn nog niet eens klaar. Die moet ik gewoon laten doen.
Oké. Zo, en dan kunnen we zo meteen... Oh, die waren ook nog niet klaar. Oeps, sorry. 44 zaadjes. Zo, deze even. En dan weer... Oh, kijk eens even. Kijk eens even wat mooi hier. Perfectico. Huppakee. Hier nog twee. Oh, wat veel. Nou, dat zouden die koetjes wel fijn vinden. Nu zit ik te twijfelen, hè. Kijk, ik kan een nieuwe koe maken dan een babykoe. En dan kan ik eentje meteen slachten. Of ik kan een koe steeds zorgen dat ik dus op een gegeven moment ook twee koeien kan paren. Dus dat ik er dan weer dubbele kan slachten. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik denk dat ik ga wachten dan met het slachten van koeien voor leer. Even die worteltjes ook nog hier. Huppakee. Hier, 6. Huppakee. En hier. En hier. En hier. Zo. Nou, dan is er weer veel gefarmd. Even snel wat eten. Want dan kan ik weer op levens komen. En we hebben weer wat punten. Dit gaat de goede kant op. Jongens, dit gaat echt de goede kant op. Die varkens mogen ook wel even wat leuke dingetje doen. Met elkaar en jullie koeien allemaal. Dus ga bij elkaar staan. Doe het nu bij elkaar. Hier, ik help je. Ga naar elkaar toe. En, yay, klein koetje. Oké, nice. Ik vind dit super geslaagd. Ik ben super blij met die tempo ook. En ik hoop dat we zo snel mogelijk die tempo kunnen gaan onderzoeken. Want dat is namelijk helemaal geweldig. Ik zet nog even wat... Maak even hiervan allemaal brood. Oh nee, zo, 14, 13 hou ik over voor de koetjes. Maar het is wel lekker om wat eten op de plank te hebben. Dus hier leggen we ook even wat in de keuken neer. En wat hou ik vast. En ik doe wat iron in de oven. Hier wil ik bij gaan laten... Hierbij wil ik het laten voor deze aflevering. Vonden jullie dit nou leuk? Vonden jullie dit nou cool dat we een tempel hebben gevonden? En zijn jullie ook zo benieuwd van hoe ziet dat eruit en wat gaan we ervan maken? Dan geef dan een blauwe duimpje omhoog. Laat ook weten van wat je ervan vond. Wat we ervan moeten maken. Hoe we moeten gaan doen. Bedankt voor het kijken. En tot in de volgende aflevering.